Zoals aangegeven, de Surinaamse samenleving is in ontwikkeling. Zo is er sprake van een verschil van voor de onafhankelijkheid en een verschil van na de onafhankelijkheid. Na de onafhankelijkheid praten wij bijvoorbeeld over de fonfon. De fonfon. In dit geval is de fonfon geen Chinees. De Nederlander kent de fonfon als het pak sla. In Suriname gaat de fonfon er meestal op deze manier aan toe. 1 of 2 ferme tikken op de bel met de vraag: wil je leuk doen? Iemand doet het. Dan heb je het over de fonfon. En voor de onafhankelijkheid was er sprake van aftakelen. Aftakelen, het woord zegt het al. Het aftakelen van het kind gebeurde iets harder als wij in Nederland gewend zijn. De Surinamers schroomden hierbij niet om een aantal attributen te gebruiken. 1 of 2 blauwe plekken waren hierbij niet ondenkbaar. Bij het aftakelen waren een aantal attributen zeer populair. Wij zullen hier wat voorbeelden van tonen. De slipper. De hanger. De riem. De pollepel. En natuurlijk de strijkbal. En als jij in je jeugd te maken hebt gehad met de strijkbout, heb jij ook te maken gehad met het begrip dampen. Dampen. Mama strijk. Het kind was was. Het kind leuk. Het zit mama tot hier. Mama loert het kind. Om deze in het voorbijgaan te dampen. Dampen. En als jij... Zo dames, kijk links en rechts naast u. Kijk of je een heer ziet met hier en daar een kale plek. Dat betekent dat hij in zijn jeugd is gedampeerd. Ook voor de dames geldt. Niet alle weef is voor mooi mooi.